Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 4 hier in Canada. Heb je aflevering 3 in Nederland gemist, dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Dat kan rechtsboven dit i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering verschijnen. En ben je nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel dan gelijk een belletje op alles aan, zodat jullie geen enkele video meer van me missen. We gaan nu lekker door met de kwalificatie. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada. Een heel snel circuit ook. En ik verwacht hier gewoon door te kunnen komen naar Q2. Wel een momentje oversturen op de exit bij die bocht, maar dat is geen probleem. Q1 dus gewoon nog. Terwijl Kimi Räikkönen een 1.12.3 laat noteren. Dan komen we hier aan bij het laatste DRS gedeelte. Over start finish. En het is een P3 op 1,5 seconden van Valtteri Bottas. Op dit moment een P13. En ik ga er gewoon nog een keer uit. Ja, om er te zijn. Kijken of we de tijd kunnen verbeteren. En misschien naar een P12 kunnen gaan. Want misschien kan het zomaar zijn dat we er straks uit liggen. En het is niet de bedoeling. Groen bij de Delta. Goed om te zien. 2/10 onder onze tijd. Net niet de muur geraakt. Terwijl Q1 er alweer bijna op zit. En we zijn door naar Q2. Mooi. Op de softbanden. Want op de mediums gaan wij het hier denk ik niet redden. Dus we moeten een andere strategie doen. Misschien soft, soft, medium of soft, medium, soft. We zien dit allemaal vanzelf wel in de race. Klein beetje te wijd. Dus we verloren daar wat tijd. We verliezen daar wat tijd. We verloren daar wat tijd. Is gewoon hetzelfde. P16 op dit moment. En dat wordt een P2 op 18e van Lewis Hamilton. Q3 dan inmiddels. En we moesten wat langer wachten, want we hadden een fout bij een motoronderdeel. Dat is wel jammer, maar ja, daar kunnen we gewoon niks aan doen. Track limits waarschuwing, dat boeit eigenlijk helemaal niks. En het is een P3 op dit moment. De laatste run dan in Q3, kijken of die ons wat verder omhoog kan brengen. Op dit moment een P5. Hopelijk wordt dat een positie hoger. Daar gaan we altijd vanuit. We pakken hier veel tijd goed. Een paar duizendsten ongeveer. Track limits waarschuwing. Dat boeit eigenlijk helemaal niks. En we komen naar P2 op een 10e van Lewis Hamilton. Hamilton toch nog sneller gegaan. Maar onszelf dus naar de eerste startrij. In onze debuutseizoen van Schaven Racing. Goed om te zien. En hier zijn we dan terug bij de datacenter. Ik heb Claire er even niet ingezet. Daar heb ik even geen zin in. We vertrekken vanaf P2. Onze beste kwalificatie ooit op dit moment. En ja, misschien kunnen we naar een podium. Daar gaan we dan voor. Career aflevering 4. De St. Lawrence River hier in Montreal voor de Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average lap speeds clock in at about 130 miles per hour. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson.
Ant, great to see you. How are you feeling about the race today, and how are the circuit conditions from what you've seen? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, and the rookie completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Sebastian Vettel, and Leclerc, Ricciardo, Stroll, Perez, and Alexander Albon, Gasly, Kvyat, Lando Norris, and Ocon, Grosjean, Magnussen, Nicholas Latifi, and Antonio Giovinazzi, Delatraz, Sainz. They've taken a grid penalty. Raikkonen and George Russell ends our grid lineup. Which of these talented drivers will come out on top? Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de grid voor de Grote Prijs van Canada. We nemen wat extra fuel mee voor in de auto om hard te kunnen pushen. Soft, medium, medium. Dat is dus de ideale strategie. En dan gaan we om beginnen voor Career aflevering 4 hier in Canada. We starten vanaf P2 en de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we hebben een oké start, maar Hamilton is gewoon al veel beter weg. Heeft dan een gat van 15e naar ons, 16e inmiddels. En dat gat wordt denk ik alleen maar groter en groter. Dus wij moeten gewoon op onze eigen wedstrijd focussen. En ons niet te veel druk maken over Lewis Hamilton. Achter ons rijdt Valtteri Bottas. Dat gat is een tiende geworden. 2/10, 3/10. Maar hij zit er wel dicht op. Blijf gefocust, zegt Jeff, terwijl Bottas naar de buitenkant kijkt. Maar dat lukt niet, want wij gooien daar de deur dicht. Momentje overstuur bij de exit. En Bottas kan hier gewoon kijken. We remmen iets te diep in. En Bottas zit daar aan die binnenkant bij de hairpin. Maar wij hebben hier een betere exit en duwen hem daar wijd. Het is daar geel, iemand is daar langzaam aan het rijden, maar nu rijdt weer alles vol gas eigenlijk, want het is daar weer groen. Mooi om te zien. Hamilton zet de snelste race onder neer, 1.16.8. Wij zetten een 1.18.8 neer, 2 seconden langzamer, dus dat zegt wel wat. Ronde nummer 3 inmiddels, het is daar in één keer geel. En Valtteri Bottas zie ik verdwijnen. Wordt ingehaald door Vettel, Verstappen en Charles Leclerc. Heeft ook een probleem. En ik denk dat het terminaal is. We zetten wel een verbetering neer in sector 2. Maar Bottas is denk ik uitgevallen. Ja, daar heb je dus de melding. Bottas uitgevallen in de wedstrijd. Dat is jammer voor de Finn, maar voordelig voor ons. Eentje minder om te concurreren. Hamilton is inmiddels 5,7 seconden van ons weggereden. Daar kijkt dan Max Verstappen aan de buitenkant. Maar dat lukt niet, hij moet nog even geduld hebben. Momentje overstuur. En ook Sebastian Vettel kijkt daar. Max rijdt op de medium band, we schieten hier wel door. Maar we hebben hier weer een betere exit. Verstappen op de mediums dus. Vettel op de soft, Charles Leclerc op de medium en Lewis Hamilton op de soft, net als ik. Gaan we zo meteen ronde nummer 6 alweer in. Goed om te zien. En we bereiken de pitwindow en gaan dus naar de medium band, zegt Jeff. We doen een tweestopper. Verstappen kijkt nog niet, is net te ver weg van ons. Dus hij moet nog even geduld hebben. Hij kan zometeen hier dan wel kijken, hè? Ja, dat doet hij ook, naar de buitenkant. Remmen iets eerder en laten hem hier uitrollen. Dus Verstappen moet er echt naast zitten en er echt voorbij gaan. Vettel heeft Verstappen ingehaald, zie ik. Op het rechte stuk.
interessant. Dus dat geeft ons wat lucht. Hoop ik. Ronde nummer 7 inmiddels. En Vettel kijkt hier naar de buitenkant. En wij remmen hier weer laat. En dus moet Vettel nu nog even wachten. Bandenmanagement ziet er nog steeds goed uit, zegt Jeff. Goed om te horen en goed om te zien. Want dat betekent dat we nog even kunnen pushen namelijk. Gaat naar Lewis Hamilton, is gewoon 12,3 seconden. Hij heeft ons gewoon helemaal zoek gereden. Onder nummer 9 inmiddels, een momentje overstuur op de exit. Dat ziet Vettel. En kijkt naar die buitenkant. Wow, dat was niet slim van mij, want ik wilde naar zijn lijn kruisen. Sorry Vettel. We hebben hier ook een illegal overtake op Vettel, dus we moeten hem teruggeven. En dan kunnen we hier weer diep inremmen, maar dat was gewoon compleet mijn fout. Sorry Vettel. Momentje overstuur en ik voel dat de banden eraan gaan. Lewis Hamilton duikt naar binnen voor zijn pitstop. Duikt volgens mij naar de softbanden. Verstappen zit in mijn slipstream, heeft DRS. Vettel heeft ook DRS en wij duiken naar binnen. En Hamilton doet een tweestopper. Soft, soft denk ik. En dan mediums. Gasly heeft een tijdstraf van 5 seconden. Sorry. Danik Fiat en Pierre Gasly hebben een tijdstraf van 5 seconden. Ik weet niet wat de AlphaTauri's daar hebben gedaan. 1,8. Goede pitstop. Een hele snelle pitstop. Volgens mij de snelste tot nu toe in de career mode. 1,8 seconden. Goed om te zien. En we komen voor Sergio Perez weer de baan op. En ik zie dat hij daar heel jongens gaat ophouden. Dus ik ben zo blij eigenlijk dat we hem voorbij zijn gegaan. Terwijl Kimi Räikkönen de pit is ingedoken. En nu wij dus achter Louis de Letras rijden. Kvyat rijdt 10 seconden voor ons. Maar die heeft een tijdstraf van 5 seconden aan zijn broek gekregen. Terwijl de Letras hier wat langzaam rijdt. Dat is wat nadelig voor ons. Dus we moeten hem zo snel mogelijk voorbij zien te passeren. Hopelijk lukt dat hier. We zitten net iets te ver weg. Dus we moeten een nieuwe aanval wagen eigenlijk. Hopelijk lukt dat op het lange rechte stuk. We remmen hier wel weer naar hem toe. Groen in sector 1, groen in sector 2. Persoonlijke verbetering komt er sowieso denk ik aan. Lewis Hamilton zet een 1.12.7 neer. En wij passeren hier dus Louis de Letras. En zijn dus door naar P5. Daarvoor rijdt Danik Fiat. De Letras nu naar binnen. En Fiat nog steeds op de baan. Ik had verwacht dat hij naar binnen zou gaan, maar blijkbaar niet. Dus interessant wat hij doet. Hij rijdt trouwens ook op de medium band. Ik dacht dat hij op de softbanden reed, maar excuseer dus mijn fout. Vonden jullie deze video nou hartstikke leuk? Beloon het dan met een like. En ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer F1 2020 My Team Career Mode gameplay. Kom je sowieso nog leuke afleveringen aan. En volg me ook trouwens even op de sociale media. Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Terwijl Verstappen daar even keek. Maar hij kon daar geen aanval wagen. Wel een momentje op die curbstone. En Verstappen duwt ons gewoon opzij. Beweegt daar ook wat naar rechts in die remzone. Mag dat wel, Max? Dat mag volgens mij niet, maar de FIA zegt er niks van. En Verstappen heeft ons gepasseerd. Nou, dat boeit eigenlijk niet zoveel, want Verstappen moet nog een keer naar binnen. Voor die medium band. Wij moeten trouwens ook nog een keer naar binnen. Alleen wij hebben een... Wat zegt Jeff? Dat boeit ons eigenlijk helemaal niet, terwijl we Verstappen proberen terug aan te vallen. Wat ik wou zeggen, wij hoeven eigenlijk niet naar binnen, want we hebben al een verschillende bandensoort onder onze auto gezet. Terwijl Verstappen dat nog moet doen. En daar kijkt dan ook Sergio Perez, want Verstappen is gewoon van ons weggereden. Perez moet nog even wachten. Gat naar Verstappen is gewoon 6,6 seconden en Hamilton heeft gewoon bijna een halve minuut voorsprong. Jezus Christus, wat veel.
Wij moeten gewoon onze eigen wedstrijd rijden. Maar ik hoop toch wel een podiumplek. Dat zou fantastisch zijn als dat gebeurt. Perez zit nu te ver weg. Kan wel naar ons toe rijden, maar niet aanvallen. Ronde nummer 19 inmiddels. Alles zag er goed uit, zegt Jeff van de banden. En Perez kijkt daar weer naar die buitenkant. Is er nu ook voorbij? We remmen hier wat later in. Nou, Perez laat hem staan. Dat scheelde niks. Dat scheelde helemaal niks. Anders hadden we misschien een voorvleugel beschadigd. En dat zou onze hele race verpesten. Wat niet de bedoeling is. Ronde nummer 20 inmiddels. Nog 15 ronden te gaan. Het schiet al aardig op. Gat naar Hamilton is gewoon 19,1 seconden. Verstappen heeft een gat van 9 seconden naar Lewis Hamilton toe. En Jeff adviseert of zegt, pas op, de grip level gaat veranderen. De pit window is open, we zetten de snelste sector neer. Sorry, de snelste sector tijd neer in sector 3. En we duiken ook naar binnen voor onze laatste pitstop. Voor de medium band. Verstappen ook naar binnen gedoken. Perez duikt naar binnen, Charles Leclerc duikt naar binnen. Albon nu naar P3. 2 seconden. Interessant, Stroll heeft een probleem. En we komen, kijk eens, voor Stroll de baan op. Mooi, dus die gaat daar de hele boel ophouden en wij zijn er gewoon van verlost. Mooi om te zien, we kwamen ook even net voor Nicola Latifi de baan op. Mooi, want we hoeven geen langzame Williams in mijn spoor hebben. Ronde nummer 22 inmiddels. Giovinazzi rijdt dus voor ons. Magnussen naar binnen. Giovinazzi, volgens mij hebben wij gepasseerd. Ronde nummer 24 en we zijn een tiende sneller gegaan. Goed om te zien. Gat naar Hamilton is gewoon 40,8 seconden. 41 seconden zelfs. Dat is heel veel. Oh, we schieten hier wel een klein beetje door. Maar we houden de auto op de baan. Sorry, op het asfalt houden we de auto. Groen in sector 1, groen in sector 2. En groen in sector 3, een seconde sneller dan onze beste tijd hier in Canada. Goed om te zien. Gat naar Alexander Albon is inmiddels 3 seconden geworden. Er komt wat regen aan, zegt Jeff. Ongeveer 15 minuten totdat het ons gaat raken. Interessant, ronde nummer 29 inmiddels. Nog 6 ronden te gaan en Alexander Albon heeft dat gat gewoon helemaal dichtgereden. Dat gat is gewoon 15e. Dus dat belooft nog wat voor de wedstrijd. Sorry, dat belooft nog wat voor de resterende rondes van de wedstrijd. Dat weet ik, Jeff, want dat zie ik links bovenin. Alexander Albon gaat een aanval wagen, denk ik, voor P3 in de wedstrijd. Gaat voor een podium. En die kijkt, denk ik, naar de buitenkant. Hij zit net te ver weg. De wolken zijn gewoon, ja, donkerder geworden. En ik denk dat er zometeen regen gaat vallen. Overtakenknop ingeschakeld. Gasly uitgevallen. De safety car is op de baan geroepen. En Hamilton gaat hier wel spijt van krijgen. Kijk eens, dat gat was gewoon 52 seconden. Dat gat is nu gewoon aan het verkleinen. Oh jezus, dat gat is zelfs groter aan het worden. 54,4 seconden. Ronde nummer 31 met nog 4 rondes te gaan. Geen 4 wedstrijden, sorry, mijn fout. 4 rondes te gaan.
En we moeten dat gat gewoon zien te dichten naar Lewis Hamilton toe. Maar het gat is o zo groot. Kunnen wij dat dichtrijden met nog vier rondes te gaan. Ik blijf steeds vier wedstrijden noemen. Vier rondes te gaan. We gaan zo meteen ronde nummer 32 in. Nog drie rondes te gaan. Nu zeg ik het wel goed. En dat gat is nu gewoon aan het verkleinen. 28 seconden nu nog. 26 seconden. Dat gat is alleen maar aan het verkleinen en het verkleinen. Maar er zitten wel achterblijvers. Zien jullie dat op de minimap? Of op de kaart? Dus dat belooft nog wat. Met nog vier rondes te gaan. Inclusief deze. Dus het wordt een spannend slot van de wedstrijd. Dat kan ik jullie garanderen. Want ik wil sowieso Verstappen nog gaan inhalen voor onze eerste podiumplek. Dat zou wel vet zijn hoor. Regen komt er aan. Pas op voor de regen, zegt Jeff. 5 minuten totdat het gaat vallen. Dus ik ben heel benieuwd. En Hamilton is gewoon dat gat in één keer kwijt. Kijk eens. 7,4 seconden inmiddels. 6 seconden. Weet wel dat er nog achterblijvers in de weg zitten. Dus die gaan ook een cruciale rol spelen voor het slot. En daar zitten we dan bij de safety car Verstappen. En daarvoor rijdt volgens mij George Russell. Ronde nummer 33 inmiddels. Louis Delitra zit daar ook nog. Samen met Lance Stroll. Hamilton heeft een geluk. Die is net die achterblijvers gepasseerd. Wat een mazzel heeft die Brit. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. De safety car duikt dus naar binnen en Hamilton mag nu het tempo gaan bepalen voor de resterende 3 rondes van de wedstrijd. Dit wordt een alles of niets poging om Verstappen te kunnen passeren voor die P2. We moeten wakker blijven, anders zijn we gewoon gezien. Terwijl de safety car de pitlane induikt en Hamilton zometeen op zijn gas gaat. Wanneer gaan wij Verstappen aanvallen? We mogen nog niet aanvallen, want het is een gele vlag. Hamilton gaat hier op zijn gas. Een slechte exit. Green flag. We duiken de ene laatste ronde en de blauwe vlaggen worden gegeven. Verstappen zit te slapen. En wij duiken naar de binnenkant. Maximaal geprofiteerd van deze herstart. De Letras laat hier ons mooi voorbij. En houdt hier Verstappen even op. Dankjewel Louis, fantastisch teamwerk dit. Gelukkig niet zoals in China, want daar liep het helemaal mis. Verstappen heeft de Letras inmiddels gepasseerd. IRS is hoog, zegt Jeff. We moeten dat gaan gebruiken. Verbruiken zelfs. En de blauwe vlaggen worden nu gezwaaid voor Nicola Latifi. Verstappen zit hier te kijken. Kan nog niet aanvallen. We hebben extra brandstof tot onze beschikking. Zet de brandstof naar mix 3. Laten we gaan pushen, zegt Jeff. Dat gaan we zeker doen. Terwijl Lewis Hamilton al bijna bij de Wall of Champions is. Het gat is 3,7 seconden. Latifi moet hier niet in de weg gaan zitten. Hamilton is de laatste raceronde ingegaan. En wij gaan nu ook de laatste raceronde in. Latifi moet hier zo snel mogelijk aan de kant. Dankjewel Nicola Latifi. En hij houdt hier ook Verstappen even op. Mooi om te zien. Gaat naar Verstappen is gewoon 2/10. Zometeen kan Verstappen gewoon nog aanvallen voor die P2. Hamilton gaat de wedstrijd winnen. En wat doet Max Verstappen hier? Hij kan niet aanvallen. We schieten hier wel een klein beetje door. We moesten de escape route nemen. We komen aan bij de hairpin. Nog een paar bochten te gaan voor de grote prijs van Canada. Lewis Hamilton gaat de wedstrijd winnen. Verstappen kan hier niet aanvallen op het DRS gedeelte. Dat betekent dat Lewis Hamilton de wedstrijd heeft gewonnen.
En wij pakken gewoon onze allereerste podium in ons debuutseizoen van My Team Career Mode. Een uitstekende wedstrijd. En dan gaan ze opmaken voor de grote prijs van Oostenrijk. Top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you. A truly magnificent drive then, and a great performance from the entire team to secure victory here in Canada. So Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Hierbij dan dus de uitslag. Lewis Hamilton wint de wedstrijd. Hij pakt ook een snelste race van de punt. Wij dus voor het eerst naar het podium met een P2. Verstappen naar P3. En in het klassement kunnen wij naar P5 met de constructeurs. Alexander Albon krijgt driver of the day. Terecht. En de Letras van P19 naar P19. Teleurstellend. Well, and an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined. Nou, het is close met de constructeurs. Everything went your way today. It looked like you had a really good strategy for the race. Ja, eigenlijk wel. Ik had een hele goede strategie. De pitstops waren bloedsnel. Dus ik ben daar ontzettend trots op mijn team. Dat ze dat voor elkaar hebben kunnen krijgen. You're smashing everyone's expectations, isn't it? Nou, ik denk ook het team de verwachtingen verslaat eigenlijk. Welke crash? Ja, er was wel een touché, maar was niet zo'n hevige crash, vond ik. Great. Well, that's everything. De rivaliteit brengt dan met mezelf en Kimi Räikkönen. Plus 5 tegen mij en plus 2 voor Kimi. Sorry, plus 5 voor mij en plus 2 voor Kimi. Nu zeg ik het goed. Team acclaim. We zijn dus level 6. En het team is dus level 8 volgens mij. De leger is ook level 6. Goed om te zien. Ja, en wij dus... Oh jezus, bijna level 9 zelfs. Oké, dat is dus het team. Goed om te zien. Cash $318.000 binnengeharkt. Van de sponsoren. Helaas wat schade opgelopen tijdens de wedstrijd. Min 10k. In totaal $4.5 miljoen op de bank. Mooi. Dan zijn we dus weer terug bij het normale hero. Ja, dit was dus de video mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb je genoten? Smash dan vooral op de like button. Abonneer als je nieuw bent voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode video's. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Gaan we verder in Oostenrijk.